Goedemorgen, het is vandaag donderdag en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn al een tijdje bezig, het is al bijna 10 uur. Ik wil eigenlijk zo boodschappen gaan doen, maar Lia wil niet mee. Dus ik ga nog even een broodje eten en dan ga ik daarna even de boodschapjes doen. Ze wil echt niet en ik wil er ook niet weer op slaan. Maar goed. Ik ga even een broodje eten en dan ga ik gewoon de boodschappen doen. En dan zien we wel. Tim werkt thuis. Maar die heeft best wel een drukke dag. Lieverd? Hi. Ga je mee? Nee. Wat ga je dan doen? Ja, snap ik, schatje. Maar als we nou gewoon eventjes de boodschapjes gaan doen. En dan gaan we daarna nog even wat leuks doen. We willen lekker thuis blijven. Het is wel gezellig als je meegaat. Nee. Oké, ik heb er zover. Dus we gaan lekker boodschappen doen. Ik heb een sjaal wil ik om. Hop. Mama legt vaak dingen op de trap, zodat het in de was kan. En je vader legt het weer terug. Even wachten hoor, liefje. Oké. Briefje. Je knuffel? Ja, een boebaloe. Je boebaloe. Ja, dan moet je hem even pakken, ligt boven. Pak maar. Ik ben niet weg, hoor. Nee, ik wacht op jou. Het briefje. Nee, ik ga niet weg. Zeker niet. Gaan we even de boodschapjes halen. Ja, je oren dicht? Ja. Mama ook deze doen? Ja. Nou. Dan ga ik je dan 3 weken doen. Ja, precies. Ik ben blij. Mijn Albert Heijn. Nou, klaar? Zo, papiertje. Zo. Mama wil eventjes laten, oké? Oké, wij zijn weer terug van boodschappen doen. Ik ga het even laten zien. Het is veel, maar ik heb niet veel uitgegeven. Dat komt dus omdat ik van de Albert Heijn nog zo'n ding had. Koopzegelboekje. Yeah. En daar kan je dus... dat kan je dan inleveren en dan hoefde ik dus maar 5 euro af te rekenen. Dus dat scheelde dan wel weer heel erg. In ieder geval, ik heb kattenbrokken voor de jongste kat. Kattenbrokken voor de oudste kat. Vanillejoghurt. Satésaus. Die wou zachtbrood hebben. Dit brood is in haar hoofd zachtbrood. Yoghurt. Volkoren. Brood. Kwark. Rucola. Winkelbodem. Dit ijs is heel lekker. Bananen. Ik ga met mijn kind naar de supermarkt, dus ik kan nooit normaal kopen. Pasta was 1,10. Verse pasta is erg lekker. Ik heb 2 van die pakken dark lungo voor 10. Dit koos mijn kind ook zelf uit als toetje. Koekboek. Pita broodjes. Dan nam ik weer 6 van die groenteshots mee, omdat ik toch niet zo lekker ga. En ik denk, nou, neem ik ze gewoon. Spicy pumpkin, crazy carrot en green goddess. Dus de eentje is met spinazie, andere is met pompoen en de andere met wortel. Dat zijn er altijd 6 voor zoveel. Nog een toetje van mijn kind. Nog weer toetjes. Ik heb filet en boterhamworst, want daar had ik zelf zin in. Dat is zo'n nostalgisch iets met mayonaise. Dat had ik vroeger altijd. Ik weet niet of ik het dus nog steeds lekker vind. Andijvie. Een grote pot. Aardappelen. Ja, het duurt heel lang, schat. Spinazie. Nieuwe pindakaas. Schoonmaakmiddel. Mandarijntjes. Kipfilet. En kipdijskarma. Karmaham. Suikerspret. Kruiden. Dit kan mijn kind ook per se hebben. Geraspte kaas, Lia. Mama heel even bezig, Kiki. Bami groentjes. Ik moet even opvoeden. Met een hoop geschil. Soms is ze zo Ik weet dat peuterpuberteit is, maar dan denk je, we gaan nu boodschappen doen. Maar je mag alles. Je mag de hele tijd in het wagentje zitten. Je mag eruit. Je mag alles wat je wil. Je mag je snoep, je mag je smeerkaas, je mag alles meenemen. En dan nu zeg ik heel even wachten. En dan is het huis te klein. Dus dan zeg ik, nou dan gaan we niet naar Belora. Nou. Dus ik moest even ingrijpen. Maar dat doen we niet op beeld, want dat is niet leuk voor later. Dus ik weet niet of het laatste allemaal bruikbaar is. Maar goed, anders mis je een paar dingen. I don't care. Appels. Appelmoes. Weer zo'n gigantische fles ketchup, want dat eet mevrouw graag. Kiwis. En een rookworst. 2 van die pastasausen, dat is ook 1+1. Gewoon bolognese. En dan heb ik een groentesoep. Er heeft bier daarin gezeten, dat is gaan lekken. Klassieke tomatensoep. Chinese tomatensoep. En kippensoep. Dus ik even een doekje overhalen. Nu nog nat kattenvlees voor whisky. Nog volle melk. Dat koop ik normaal niet van Capine, maar dat was maar €1. En de andere was duurder, dus dan nemen we dit mee. En nog een pak taxi. En ik weet niet of ik deze had laten zien, maar deze ook. Oké, ik ga dit even inruimen. Zet het weekmenu er weer even neer. Het is weer veel vriezer. Vorige week weer bijna niks uit de vriezer gegeten. Dat is dan toch een beetje zonde, maar dat komt omdat we dan... Waar is nou mijn haarband? Nou, mijn haarband verloren. Nou, goed. Dat moet ik zomaar even uitzoeken. Ik ga de zooi dus even inruimen. Want het komt niet vanzelf in de koelkast. Jullie zien mij straks weer. Dus dat die vrij weer staat. Ga ik het goed maken aan mijn kind? Liefie. Knuffel. Dit is love you. It's a love you, hè? It's love you. Boep. Uit. Ik ga weer naar Belorug. Ik loop te klagen dat het zo druk is, maar we gaan toch nog een keertje. Het is weer zo druk, maar er is nu iets van een disco. Dus dat is gewoon leuk voor haar. En ik heb toch zo'n jaarabonnement, dus ik ga dat gewoon doen. Oh ja, doe maar in mijn zak. Is goed, schat. Ik heb mijn eigen karamelsiroop meegenomen voor mijn koffie. Dus ik hoop dat we een tafeltje gaan kunnen vinden. Maar ik hoop dat die disco een beetje leuk is voor haar. Dat ik niet voor niks weer die ellende in ga. Maar goed, we hebben ook weer even een dagbesteding, dus dat is wel weer even lekker. Dus we gaan lekker naar binnen. Hiep hiep. Mm-hmm. Weer omgekocht met een ijsje om naar huis toe te gaan. Parenting skills on point. We zijn weer lekker thuis. Ik heb even een sopje gemaakt. Want nu Lia 2 weken thuis is, merk ik dat er eigenlijk niks gebeurt qua huishouden. Dus ik doe even hier de kastjes van de keuken goed schoonmaken. Er is 's nachts wat gebeurd met de poezen. We weten niet wat, maar we weten dat het hier heeft plaatsgevonden aan... plekken op mijn muur. Dit heeft Tim schoongemaakt. Maar het zit zelfs daar. Ik snap er niks van. Het zat zelfs hier op de ramen. Tim heeft dat schoongemaakt, gelukkig. Tenminste deels. Dat is een man die schoonmaakt. Niet. Sorry mannen. Hij heeft hier moeite mee. Nou goed, daar zit een vlek. Mijn batterij begint te knipperen. Dus ik ga even lekker verder met die kastjes schoonmaken. En dan... ga ik lekker kipswarma maken vanavond. Dus ik denk dat jullie maar morgen weer zien. Ik kan wel kipswarma laten zien, maar het is niet heel boeiend of zo. Nee, mijn batterij was leeg, dus sorry. Ik weet niet meer waar ik gebleven was, dus excuus daarvoor. Hij is nu weer opgeladen. Ik ga eigenlijk nu naar bed. Ik ga morgen wat leuks doen met Lia. Ze wou naar de dierentuin, maar ik zag ook kortingsbonnen voor Julianatoren. Volgens mij is dat ook echt voor de kleintjes. Dus ik ga haar morgen even die keuze voorleggen. Mag ze zelf kiezen. Dus daar heb ik zin in. Ik was ook even aan het kijken voor Tim's verjaardag, voor een nachtje weg. Maar dat is Amsterdam. En bijna alles in Amsterdam is best wel duur. En dan ga je net buiten de ring zitten. Wat in principe prima is hoor. Maar ik ben nogal gevoelig voor ontbijtjes met hotelovernachtingen. Dus ik had iets van een keuze. En toen had ik weer een creditcard nodig. Ja, en dan heb ik toch weer Tim's creditcard nodig. Dat is dan weer een beetje jammer. En als je het dan weer via zo'n andere booking site doet, dan betaal je soms nog 50, 60 euro meer. Dus ja, ik ga daar nog even verder voor speuren. Misschien komt er op een gegeven moment nog een deal. Er zit zo'n Fletcher Hotel van Amsterdam. Daar reden we heel vaak langs, maar toen woonden we in Hoofddorp. Dus het sloeg nergens om daar te gaan slapen. Want vanuit Hoofddorp kon je altijd een nachttrein en bus pakken naar huis vanuit Amsterdam. Dus ik dacht, dat is wel leuk, maar die is wel duur. En dan elke keer kortingsvouchers voor Fletcher, maar die valt er altijd buiten. Super irritant. Goed, ik ga nu even op tijd mijn bed in, want ik voel een beetje onrust. Dus ik kan het wel een beetje sus of zo, maar het voelt weer echt hier alsof je wil komen. Ik ben nog steeds aan het wegduwen en positiviteit er tegenaan te rammen, want dat gaat de afgelopen dagen super goed. Dus ik ga lekker in bed kijken. Even kijken. In bed even mijn boek lezen, die 18 dagen challenge even invullen en dan gewoon lekker slapen. Ik ben aan het inpakken. We gaan even langs de supermarkt om dingetjes te halen. Want waar gaan we naartoe? Naar Rochtpark. Ja, naar de Efteling. Met z'n tweetjes. Dus... Ja, ik ga de wagen meenemen, zeker. Dus we gaan nu even naar de supermarkt om even wat snacks te halen, want het is wel duur zat. En ik ga proberen haar weer voor 3 jaar naar binnen te krijgen. Ja. Nee, mama gaat hem tillen. Komt goed. Nee, ik doe de deur open. Yes, let's go. We gaan de jassen aandoen. Wij zijn aangekomen. We staan op een parkeerplaats. Heb ik nog nooit in mijn leven gestaan. Dus het is hartstikke druk. Was natuurlijk weer te verwachten. Maar goed, ik ben toch alleen met Lia. Dus ik hoef niet die speciale achtbanen allemaal in. Maar we gaan even de spulletjes verzamelen. En dan gaan we lekker het park op. Het is echt super goed gedaan, want het is best wel spannend. Maar ik had het goed voorbereid, dus vond je het leuk? Nee. Ze zegt me nog een keer. Ik zeg, nou dan moeten we nog een keer zo lang in de rij. Ik ben benieuwd hoe de dag gaat verlopen, want ze wil alleen maar naar Jokie en Jet. Maar ik ben verkeerd gelopen, dus ik ben bang dat we straks het hele park zien, alleen voor Jokie en Jet. Maar goed, ik zag hier die bootjes, maar daar wil ze niet in. Alleen Jokie en Jet. Gelukkig is ze gratis naar binnen. Ik ben blij dat ik even bij de Jumbo ben gestopt en zelf eten heb meegenomen. Want ik zag net een hotdog en een drankje 7,25. Weinig moeten. Oh, kijk in de wagen, hè? Maar ze heeft het wel echt naar de zin. Oh. Ja, dat komt van de treden. De treden praten. Lekker warme chocolade. Oh. Lekker warme chocolade. Wie? Ik vind het dus eigenlijk stiekem best wel een beetje eng. Blijf je zitten? Blijf je zitten op je billen alsjeblieft. Ja, maar mama, kijk, we zitten heel hoog en als je valt dan doet het heel erg auw. Dus mama wil wel dat je blijft zitten. Oké. Ik wil gewoon op de raam kijken. Dat snap ik, maar mama vindt het een beetje spannend. Ik vind het vrij hoog, dus maar goed, alles voor de kids. En we moesten nog lang in de rij staan. Normaal is dit zo'n attractie waar je niet in de rij hoeft te staan, maar goed. Kijk, hier zijn niet koffers voorbij. Ja, zie je, mag niet staan. Dat staat er. Waarom? Nou, omdat dat niet mag. Waar is mijn pas? Die ligt in de wagen. Zullen we goed kijken? Even kijken. Oh, hier kunnen we straks ook nog allemaal kijken, hè? Ja, dat wil ik wel. Ja, is mooi, hè? En de lachspiegels. Kijk, onze wagen staat helemaal daar. Ja, dat zien we straks wel. We gaan een heel groot rondje maken, hè. Kijk wat we daar nog allemaal kunnen bekijken. Hey, schommels. En de droomvlucht is dus gesloten. Dat wist ik al. Die is under construction al, volgens mij tot en met april of zo. Dus ik wou eerst niet gaan. Omdat dat echt wel leuk is. Maar ik denk, ja, met haar maakt dat niet zoveel uit. Dat is dan meer voor mezelf. Misschien vindt zij hem zelfs nog wel een beetje te spannend. Maar goed. Dus die is gesloten, maar geen korting op de entreeprijs. Maar ik heb gezegd dat ze 3 was. Het was een gratis. Dus. Een draaimolen? Ja. Gaan we daar eerst heen en dan door het Sprookjesbos? Ja. Of eerst door het Sprookjesbos? Ik zei trouwens dat ik baalde van de... Is goed. Ik ga draaien. Ik zei dat ik baalde van de droomvlucht. Maar ik denk dat ik maar blij moet wezen. Als ik nu al de rijen bij al die andere attracties zit, dan hadden we daar 3 kwartier uur in de rij moeten staan. Dus dat scheelt weer. We gaan naar de draaimolen, lijkt me. Daar zijn we weer, hè? Op onze oude vertrouwde plek. Ben je alleen? Ach, luister. En luister. Sprookjes worden verteld en de wind hoort verhalen. De wind neemt ze mee en als je heel goed luistert, dan hoor je hoe de wind die sprookjes weer fluistert. Ze blijven hangen. Hans en Gietje. Ja. We gaan zoeken naar Hans en Gietje. Deze bloemen sterren, die samen met de maan en de andere sterren. Dan waar het geverfd? Nee. Waar het gekruld? Nee, dat is niet met mijn paard. Is weg. Ja. Dan gaan we nog een keertje, hè? Oké. Okay. 1, 2, 3. Nu kan ik in ieder geval in alle rust even aan de slag. Ik ga poetsen. Er is zoveel te doen en ik doe het graag. Klaar. Ja, het is klaar. Snel, hè? Ja, maar ja. Spik en span, dat ziet u. Trots op jou! Ik ben hier serieus nog nooit geweest. Als hij kop draaide, zag hij plotseling Benjamin. Is de audiëntie. We zouden die bovenste knuffel hebben, die was 37,50. Nee, we moeten terug, we moeten eruit. 37,50 voor de knuffel, nou. Ja, ja, kom, je hebt het al. 37,50. Dit was al 12,50. Nou, ik vind dit nog leuk. Ik niet hoor. We zitten nu in het treintje, maar ik wil eigenlijk zo gaan. Maar ik krijg er niet mee, ook is weer iets waar ze nog in wilt. Dus ik hoop dat ik er zo mee krijg, zodat ze me richting huis kunnen gaan rijden. Anders dan ben ik kapot. Super mooi al die lichtjes 's avonds hier. Doe maar oh met je hoofd zo. Ah. Nee, het is nog wel. Nog een keer? Nog een keer? Ah. Wij zijn weer aangekomen bij de auto. We gaan een ijsje voor Lia in de we gaan nog even een ijsje zoeken. Want op het park kon ik dus nergens meer een ijsje vinden. Alleen op de weg. Ja. Dat is wel een goed idee. Dat is wel een goed idee. Super leuk, maar super vermoeiend. Ik ga nu snel rijden. En dan even bij McDonald's stoppen voor een ijsje voor haar. Hopelijk kunnen we een beetje doorrijden. Het is gelukkig vakantie, dus hopelijk heb ik niet te veel file. Want ik ben best wel moe. 1,5 uur, zegt hij. Ik heb mijn medicatie natuurlijk niet mee het park opgenomen. Dus het is nu 1,5 uur te laat. Ik ga rijden, maar mijn sleutels nou weglaten. Dat is wel handig om te rijden. Oh, maar wat leuk met die lichtjes. Echt leuk gedaan. Doodeng dat licht zo mazig. Goed, ik ga jullie wegleggen en ik ga me focussen op de weg. Ik bedacht me ook opeens dat ik normaal op vrijdag helemaal niet vlog. Maar goed, ik ging naar de Efteling. Ik heb morgen een Inner Fire Circle van Isaura. Dat is een oud collegaatje van mij. Dus ik denk niet dat ik daar heel veel kan filmen. Dus dan scheelt het dat ik vandaag veel gefilmd heb. Ik ga tanden poetsen. Lia ligt weer lekker naast mij in bed. Dus dan ga ik zo even lekker naast kruipen. Eerst even de tandjes poetsen en dan ga ik nog even naar 18-dagen programma gebeuren doen. En dan is het wel heel mooi voor vandaag. Oké, zitten we weer in de auto. Nu richting Rotterdam. Naar Isaura voor de Inner Fire Circle. Ik ga snel even kijken, want ik zag dat voor de deur file parkeren was. En het is Rotterdam en ik denk niet dat ik dat echt aandurf. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik ga snel op pad. Oké, ik ben aangekomen. Ik moest overal file parkeren. Dat had ik al gezien op Google Maps. Maar ik had een beetje hoop dat het niet heel druk zou zijn. Maar dat was het wel. Dus ik heb een stukje verderop geparkeerd. Heel duur. Dus dat wordt leuk aan het einde. Maar anders moest ik eerst ergens heen en dan met de tram. En daar zat ik niet zo op te wachten. Want dan wist ik niet waar ik moest parkeren. Dus ik ga daar nu snel heen lopen. Anders ben ik te laat. Dat is wel angst nummer 1 voor mij overwinnen. Ik vind liften zo eng. Er is ooit een keer een collega met een lift naar beneden gesodemiet. En sindsdien vind ik het allemaal een beetje spannend. Maar hij is lekker snel. Gelukkig. Ze zijn open. Recht voor. Ik denk dat dit het dan is. Nou, ik ben weer klaar bij de Inner Circle, de Fire, wat was dat? Rood door de remlichten voor me, want ik sta bij de Mackie in de rij. Want het is nu 5:30 en ik moet nog ruim een uur rijden. En ik heb heel erg honger. Maar ik ga jullie morgen denk ik even gewoon rustig bijkletsen, zodat ik nu gewoon even lekker kan focussen op de weg. En als ik vanavond thuis kom, kindjes op bed leggen en dan ga ik denk ik lekker in bad. Misschien al wat beelden inladen en dan ga ik even lekker alles laten bezinken. En dan zien jullie mij gewoon morgen weer. Lia. Baby Lia, hè? Ja. Nou, wij gaan maar even beginnen met de boom weer af te tuigen. En dit dan? Ja, heel voorzichtig eraf halen, want die kan kapot. Dus dat gaan we even doen. Mijn laatste view. Oké, jij de piep pakken. Nu moet trekken. Ja. Jee. Ik ben weer een kapitein. 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 En hij is weg. Uit. En deze is ook weg. Uit. Cheese. Zeg maar cheese, Noa. Cheese. Cheese. Wij gaan lekker een hapje eten. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd, maar dat komt omdat ik gisteren mijn beelden heb ingeladen en ik heb al genoeg. Cheese. Cheese. Waar is je strik? Oh, die heb je alweer uitgedaan. Dus we gaan even snel brood halen en dan Brenda ophalen. En dan gaan we weer ouderwets lekker eten. Bij ons stappersrestaurant. Dit is ons stappersrestaurant. We doen alsof het van ons is. Nou, deels. Deels aandelen. Tip van ons. Om 16:30 op zondag nog de Primark in. Het is super rustig. Wel een rotzooi, maar wel super rustig. Ja. Waar is Brenda? Ja, Brenda komt zo, schatje. Ik merk, je moeder was vandaag heel rustig met me waren. Dit zijn truffel risotto ballen. Dus ik ga het proeven. Alsjeblieft. Zo. Ja, alles met truffel is lekker. Dit is kip in cashewsaus. Als iemand een recept heeft, let me know please. Of misschien doe maar niet. Ik ga mijn lenzen uitdoen en mijn make-up eraf halen en de vlog afsluiten. Ik zei al dat ik vandaag niet zoveel gefilmd had, maar dat komt ook. Ik wist dat mijn vlog al erg lang was. Ik heb vandaag lekker alle kerstspullen eruit gehaald en love it. Ik ben echt heel erg van de kerst, maar dit jaar vind ik het wel even lekker dat de zooi eruit is. Ik had gisteren de Innervisor, ik heb een paar shots gemaakt. Maar het was met klankschalen en healing, zeg maar, klankschaal healing. En met andere geluiden, ja, het was een soort geluidshealing of zo. Het was heel bijzonder om mee te maken, klein stukje reiki. En heel veel kletsen en cacao drinken. Was op zich goed te doen, maar het was een hele dikke substantie, dus ik kreeg het niet helemaal weg, maar wel meer een deel. En ja, wat kaarten getrokken en gewoon echt een hele mooie ervaring. Als je zoiets een keer op je pad komt en je hebt het nog nooit gedaan, dan raad ik het zeker aan om gewoon een keer te doen. Het is gewoon een bijzondere ervaring van vrouwen onderling en lekker even kletsen en nieuwe inzichten krijgen van ook andere mensen die er weer op een andere manier naar kijken. Dus dat was heel waardevol. Ik heb morgen weer gewone healing staan. Dus ik ben vandaag weer heel de dag heel erg onrustig. Dus daar heb ik weer een beetje last van. Dus ik ga nu lekker mijn lens uitdoen. Make-up eraf. Slaapmedicatie innemen en mijn bed in. En dinsdag heb ik mijn intake weg ingezet. Dus ook zin in. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende.